U vindt de schriftlezing voor deze avond, gemeente, in het eerste boek van Mozes, Genesis, het vijfde hoofdstuk, de versen 18 tot en met 32. Genesis 5, de versen 18 tot en met 32. En wij vinden daar Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En Jered leefde 162 jaar en hij gewon Henoch. En Jered leefde nadat hij Henoch gewonnen had 800 jaar en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Jered 962 jaar en hij stierf. En Henoch leefde 65 jaar en hij gewon Methusela. En Henoch wandelde met God nadat hij Methusela gewonnen had 300 jaar. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. Henoch dan wandelde met God. En hij was niet meer, want God nam hem weg. En Methusalem leefde 187 jaar en hij gewon Lamech. En Methusala leefde nadat hij Lamech gewonnen had 782 jaar en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Methusala 969 jaar en hij stierf. En Lamech leefde 182 jaar en hij gewon een zoon en hij noemde zijn naam Noach, zeggende, deze zal ons troosten over ons werk en over de smart van onze handen, vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. En Lamech leefde nadat hij Noach gewonnen had 595 jaar, en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Lamech 777 jaar, en hij stierf. En Noach was 500 jaar oud. En Noach gewon Sem, Gam en Jafet. Gemeente, met de hulp van de Heere willen we u het woord van God bedienen deze avond. Uit hetgeen we hebben gelezen uit Genesis 5. En daarbij leggen we de nadruk op vers 29. Genesis 5, vers 29. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende, deze zal ons troosten over ons werk en over de smart van onze handen, vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Dat zetten we boven de preek van deze avond. Deze zal ons troosten. Wie, kinderen? Wie kan jullie alleen troosten? Dan hoor ik een kind zachtjes zeggen. Jezus. Juist. Goed luisteren. Deze zal ons troosten. Maar Lamech spreekt toch over Noach? Niet over Jezus. Goed luisteren. Dan zal je het geheim wel begrijpen. Deze zal ons troosten. Drie aandachtspunten. Het verlangen naar die troost. Ja, dat moet er bij ons allemaal komen, gemeente. Als dat er niet komt, dan gaat het zeker eeuwig mis. Eeuwig. Denk erom, eeuwig. Het verlangen naar die troost. Als dat er niet is, vraag dan nu maar op dit ogenblik zachtjes in je hart. Heere, breng het in me. Dat verlangen naar die troost.
In de tweede plaats het vertrouwen in die troost. Lamech zegt, deze zal ons troosten. Niet misschien, niet laten we maar afwachten. Laat maar eens kijken of het gebeurt. Dat zijn die duivelse trucjes. Waardoor je in het donker blijft. Nee, deze zal ons troosten. Zekerheid. Moet de zekerheid. Elk kind van God staat naar zekerheid. Het is altijd een aangevochten zekerheid. De duivel komt er altijd op af, hè, gemeente. Kijk waar. Ingebeelde zekerheid is niet, hoor. Dan leef je door in valse rust. Ware zekerheid. Ja, dat is het mikpunt van de duivel. Dat moet je niet vreemd vinden. Je moet vreemd vinden als het anders is. Want het is niet anders. De zekerheid. En dan, en daar komt nou op aan, het ontvangen van die troost. Heere, mag ik vanavond door u zelf worden getroost? Waar ga je dan gelukkig de kerk uit? Ik denk dat je er geen eens van kan zwijgen. Dat je het aan iedereen wel wil vertellen hoe goed God is voor de grootste van de zondaren. Lieve kinderen, voor jullie nog één keer. Deze zal ons troosten. Het verlangen, de zekerheid en het ontvangen. Dat rijmt op elkaar, hè? Verlangen, ontvangen. Dat hoort ook vast en zeker bij elkaar. Want wie verlangt, die ontvangt. We gaan er eerst nog van. Geliefde gemeente, ook u en jullie leven kent hoogtepunten en dieptepunten. Ogenblikken of tijden van grote blijdschap. Ik noem maar een voorbeeld. Je eerste kindje in je armen. Dat vergeet je niet. Maar ook ogenblikken van diep verdriet. Je staat aan het graf van datzelfde kind. En hij stierf. Er zijn er onder ons die dat zelf weten. Want je weet uiteindelijk alleen echt wat je zelf meemaakt. Maar gemeente, nu heb ik een vraag. Hebben jullie, jong of oud, klein of groot, wel eens een dieper verdriet gehad dan alles over alles wat van deze wereld is? Heb je wel eens echt verdriet gehad dat je God kwijt bent? Een kind missen, dat is diep smartelijk. Maar God te moeten missen, voor eeuwig, dat is oneindig veel erger. Hebt u wel eens verdriet gehad, gemeente? Dat u, dat jij, door jouw zonde de Heer Jezus hebt gekruisigd. Want dat is wel zo. Ik deed hem al die smarten en al die jammeren aan. En ze werden verslagen toen ze dat geloofden. En door de kracht van de geest
ook voelden. Ze werden verslagen, letterlijk doorstoken in hun hart. Verdriet. Ik hoop niet dat u nou zegt, want dat is rampzalig. Dat hoeft niet. Dit wil ik overslaan. Ik ga naar Jezus. Ik geloof dat ik gered ben, want hij is gekomen voor zondaren, daar ben ik ook. Dus maak het niet zo moeilijk. Ja, gemeente, als je dat zou zeggen, maar ik hoop dat je dat niet zegt. Dan kan je Bijbel beter weggooien. Want een heel groot stuk wil je niet van weten. Zeker, de Bijbel leert ons diepe blijdschap. Maar ook een diepe droefheid. Als u thuis bent in de brieven van Paulus, dat hoort, dan weet u dat apostel Paulus een tweeërlei droefheid ons leert. Een droefheid naar de wereld. En die is tot de dood. Daar is geen troost voor. Een mens zonder verzoening met God verliest een kind. Droefheid, maar geen troost. En een mens door genade, ik heb het zelf ondervonden, verliest een kind. Droefheid en onuitsprekelijke blijdschap. Mijn kind mag door genade eeuwig God groot maken. Wat een troost, hè? Dat is de enige troost. De rest is schijn. Ook al doet iemand een arm om je schouder. En dan leeft een mens mee. Maar ze kunnen niet echt troosten. Dat doet God alleen. De droefheid naar God, zegt Paulus. Die werkt. Die verandert je van binnen. Die maakt je zacht. Die maak je klein, maak je teer. Want dat is Gods geest. Die vernedert je. Die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Een bekering, een totale omkeer in je gedachten, in je verlangens, in je gevoelens. Waar je nooit geen berouw van zal hebben. En als die bekering niet plaatsvindt, zij daar eeuwig berouw van hebben. Want je bent zo vaak gewaarschuwd en zo vaak geroepen. Maar als je straks weer de kerk uitgaat, alsof je niks gehoord hebt. Wat zou dat een ellende wezen, gemeente? Kerk is een gevaarlijke plaats, denk erom. Het is een heerlijke plaats, waar de hemel voor je kan opengaan. Maar er worden hier wel de sleutels van het hemelrijk bediend. En alle ongelovigen die zich van God blijven afkeren, worden uitgesloten. En alle ware gelovigen worden ingesloten. Dat moet elke bediening van het evangelie zijn. Lamech. U zegt, dominee, ga toch eens naar Lamech. Want dat hebt u ons beloofd, u hebt gelijk. Ik ga het ook doen. Kinderen, weten jullie wat Lamech betekent? Denk het niet. Lamech betekent strijder, soldaat. Ja, zijn vader, Methusalem, die had een hele andere naam. Zijn grootvader trouwens was Henoch. En van Henoch lezen wij dat hij wandelde met God. Ik denk dat die kleine Lamech wel eens naar zijn opa toegegaan is, gemeente. Mogen jullie ook doen, kinderen, kleinkinderen? Opa, vertel eens van God. U bent zo dicht bij God. U wandelt met God. Dat is toch eerlijk? Als kleinkinderen daarvan willen horen. Als ze daar al jong naar uitgaan. Dan word je als grootvader heel blij van, gemeente.
Henoch was zijn grootvader. Die wandelde met God en die heeft de dood niet gezien. Want God nam hem weg. Hij mocht zomaar naar huis. Hij verlangde zo. Verlangen jullie ook wel eens? Naar huis. Maar zijn zoon Methusalem was de oudste mens ooit geworden. Die had een hele andere naam. Henoch noemde zijn kind. Hij, God, heeft zijn dood gezonden. Dood? Dood? Wie geeft een kind nou zo'n naam? Ja, Methusalem is in het jaar van de zondvloed gestorven. Sommigen denken dat hij in de zondvloed gestorven is met, ik geloof het eigenlijk niet. Maar goed, dat weten we niet zeker. Maar zeker is dat hij in het jaar van de zondevloed gestorven is. En toen leefde niemand meer. Op één dag niet meer. Kunnen u zich dat voorstellen? Dat als God het zou toelaten, Poetin of een andere dwaas, of een knopje drukt, en heel Nederland dood is? In deze wereld leven wij. Methusalem. En die kreeg een zoon. Ik noem hem Lamech. Want die jongen die moet gaan vechten. Vechten? Dat is de oorlog. Ja, gemeente, het is altijd oorlog. En niemand hier in de kerk is neutraal. Elke zonde is een raket op de hemel. God van de troon, ik erop. Dat is zonde. Oh, ik wist niet dat het zo erg was. Het is nog veel erger. Oh, bid toch veel, Heere, laat mij mijn zonde zien. Laat mij toch zien wat mijn zonde is. Want anders ga je als een dwaas door. Als je dat niet ziet. Het is altijd oorlog. En elk mens moet een keer overgaan, gemeente. Johannes de Doper zei tegen die vrome mensen. Ja, de Heer Jezus zei het ook. Jullie zijn uit jullie vader de duivel. Wat? We zitten elke sabbat in de synagoge. We kennen de Bijbel van A tot Z. Zijn wij? Ja. Want jullie hebben Jezus niet lief. Jezus niet. Jullie wel, gemeente. Wie heeft die Jezus lief? Mijn liefste. Wie? Of ben je een hoer? Geestelijk. Vecht je het nog tegen? Nou ja, zo erg is het helemaal niet, dominee. U stelt het allemaal zo zwart-wit. Ja, het is toch niet anders. De duivel doet er een doekje om voor het bloeden. Wond wordt nooit genezen. Et het maar door. Tot je dood bent. Eeuwig dood. Laat je niet inpakken. Luister naar de waarheid. Jongen, jij moet gaan vechten. Tegen de duivel. Tegen jezelf. Tegen de wereld. En gemeente, dat gebeurde. Dat weten we. Dat kunnen we zo merken aan Lamech. Want hij was zo bedroefd. Hij had zo'n verlangen naar troost. Hij werd ook vader. Je zou zeggen, dan ben je toch blij. Er zitten hier veel vaders en moeders ook. En misschien thuis verbonden. Maar het is ook een andere kant, hè, gemeente. Voel je die kant ook wel? Als je babytje in je armen houdt, eeuwig wel, of eeuwig wee. O, Eva was zo blij met haar K in. Ik heb een man van de Heer gekregen. Hij sloeg zijn broeder dood. Hij was de eerste moordenaar. En Abel
de eerste martelaar. En zo gaat het altijd door. Het is van tweeën één. Niemand neutraal. Niemand twee heren. Of zwart, wit. Denk erom. Lamech kreeg een zoontje, Noach. En allemaal kennen wij die naam, want er is weinig Bijbel. Figuren zijn zo bekend en beroemd als Noach natuurlijk, gemeente. En weet je wat Noach eigenlijk betekent? Het betekent meer dan één ding. Troost, rust. Een kind is helemaal van streek. Kan niet slapen. Ik heb zo nagedroomd, mama. Daar komt moeder. En drukt dat kind tegen de borst. En zegt, kind, er is niks aan de hand. Ga jij nou maar lekker slapen. En moeder blijft bij je. En dan gaat dat kind rustig, getroost, slapen. Ik lag en sliep gerust. Van 's Heeren trouw, bewust. Noach, in de armen van zijn vader Lamech. En toch is hij bedroefd. Dat wil zeggen, hij krijgt nu moed. Want hij ziet iets in dit kind. Ja, dat moeten wij ook zien, gemeente. Niet in Noach. Maar in het kind Jezus. Deze zal ons troosten. Noach niet natuurlijk. Het is er maar één. Het is er maar één. Die het kan. Die het wil. Die het doet. Bij wie je welkom bent. Met al je nood, ellende, dood, hardheid, alles. Wat je niet hebt. Toch zou moeten hebben. Alles wat je mist. Het is maar één. Deze Jezus. Maar ziet Lamech dan Jezus? Ja. Hoe kan je dan Jezus zien? Hij was nog lang niet geboren. Ja, gemeente, kunnen wij hem dan wel zien? Het is alweer 2000 jaar geleden. En toch zien we hem als het goed is. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en met eer gekroond. Mag ik u eens eerlijk vragen? Hebt u hem gezien? Met de ogen van uw geloof. Hebt u hem gezien? Kijkt u terug door de eeuwen heen. Kijkt u omhoog door de hemelen heen. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en met eer gekroond. Ja, dat weet niemand wat dat is. Dan alleen die hem ziet. Zien is persoonlijk. Geloven ook, eten ook. Maar iedereen die de heerlijkheid van Christus heeft gezien, die weet wat ik bedoel. Of moet je nou zeggen, wees maar eerlijk, probeer het te zijn tenminste. Heer, ik ben zo blind. Ik hoorde veel van Jezus. Maar hem gezien, hem omhelst. Zo staat het in Hebreeën 11, dat de heiligen, de gelovigen van het Oude Testament hem van verre hebben gezien en geloofd en omhelst. En dan staat er gelijk achter. En zij hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen waren op de aarde. Niet meer thuis. Thuis waar hij is. Ik wil naar huis, mam. Ik wil naar huis. Dat is goed, is dat leeft in je. Ja, een keertje, heel enkel keertje, nee. Eigenlijk altijd op de bodem van je hart. Niet thuis, hier. Thuis daar waar hij is. Waar God volmaakt verheerlijkt wordt. Waar ik nooit meer kan en wil en zal zondigen. Nooit meer. Daar thuis. Ja, maar u bent dominee. Wel nee, ik ben een arme zondaar. Ik ben net als jullie. En ik heb hetzelfde nodig. En jullie hebben hetzelfde nodig.
En wij allen hebben ontvangen, zeggen Gods kinderen, uit zijn volheid. Genade voor genade, in overvloed. Het is te krijgen, om niet. Lamech, waarom ben je zo bedroefd? Nou, dat zegt die gemeente. Deze zal ons troosten. Ik verlang zo naar die troost. Over ons werk. Over ons werk. Wat is er dan met jouw werk? Werk jij dan niet goed? Ik weet niet wat Lamech voor werk deed, gemeente. Misschien was hij landbouwer. Noach was dat later ook. Dat ging ook niet goed. Misschien dat hij wel in de voetsporen van zijn vader gegaan is. Maar waarom moet je dan verdriet hebben van je werk? Mag ik geen vreugde hebben in mijn werk? Tuurlijk. Mag ik mijn werk dan niet graag doen? Ja, natuurlijk wel. Maar voor wie doe je het? Voor geld? Voor welvaart? Alleen maar werk? Alleen maar geld? Mooi huis? Heb ik nog niks? Als ik nou sterven moet? Als ik nou van de week een ongeluk krijg? Ja, dominee, u altijd met die dood. Ja, geliefde gemeente, het is niet anders. Ik snap jullie wel als jullie een beetje verzetten. Want ik was net zo. En mijn oude mens ook nog. Maar het is niet anders. En ik moet u van Gods wegen waarschuwen vanavond. Je werk. Lamech, waarom ben jij zo bedroefd over je werk? Weet je wat ik dan denk dat Lamech zou zeggen? Met al mijn werk kan ik niet sterven. Als ik alleen maar werk heb. Ook goed werk, mooi werk. Dan ben ik verloren. Ga ik mee verloren. Als ik daarin opga, daarin druk ben, daarin bezig ben. En niet met God. Ik heb iets anders nodig. Iets beters. Iets eeuwigs. Ik heb God nodig. Inderdaad. Inderdaad. Ik heb Jezus nodig. Inderdaad. Inderdaad. Oh, als dat achter het stuur bij je leeft. En dan gaan die tranen over je wangen. Heer Jezus. Heer Jezus. Meer niet. Het is niet ingewikkeld. Het is het hart wat uitroept naar een God, naar verzoening, naar vrede, naar eeuwig leven. En dan kan het gebeuren, gemeente, dat je achter het stuur zit en daar gaat zingen. Omdat hij gekomen is en je hart vervult met zijn liefde, met zijn vrede. Achter het stuur. Ja, achter het stuur heb ik het wel eens gehad. En als ik langs die plek kom, mag je gerust weten. Dan moet ik daar altijd aan denken. Hier was het. Heer is goed hoor. Is niks beter. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. En weet je wat hij nog voor verdriet had, gemeente? Hij kon eigenlijk nooit iets goeds doen. Iets wat beantwoordde aan Gods eer. Ja, daar maakt een mens zich van nature niet druk om. Maar als het verandert in uw leven, als u een strijder bent, niet meer tegen God, maar voor God, dan is dat juist het belangrijkste. Heere, ik kan niet preken tot uw eer. Ik kan niet zingen tot uw eer. Ik kan niet bidden tot uw eer. Ik kan niks. Ik bedoel in alles, altijd, mijzelf. O God, snap je het? Ga anders maar op je knietjes en vraag het maar of je dat mag snappen. Want dat snapt alleen een kind van God, de droefheid naar God. Lamech, verlangen naar troost. Maar Lamech, je bidt toch wel? Jawel. En je gaat toch naar
de samenkomst in de dagen van Enos begon mijn kerk te houden. Jawel, dat doe ik ook. Nou, dan ben je toch wel een beetje bezig met God. Is dat niet goed? Nee, zegt hij, is niet goed. Met al mijn kerk gaan, met al mijn bidden. Met al mijn offers. Zit ik overal zelf in. Ik kan voor God niet bestaan met mijn bidden. En met mijn kerk gaan en met mijn preken, niks. Ik heb niks. Mijn beste werken, zegt Jesaja, zijn een wegwerpelijk kleed. Kan je naaktheid niet bedekken. De gemeente, wie snapt dat? Een arm en een ellendig volk. Hoort u wat de Heer Jezus van u zegt, als dit ook uw leven is? Zalig zijn de armen van geest. Die hebben niks, die kunnen niks. Zalig zijn ze die treuren. En dan komt er altijd één, hij zelf, die op zijn tijd en wijze de tranen van je afwist. Lamech, waarom ben je nog meer zo bedroefd? Waarom heb je zoveel troost nodig? De smart van onze handen. Handen, we hebben allemaal handen. Vuile handen. Of heb je geen vuile handen? Als kind, ik vertel het even voor de kinderen, zat ik vlak onder aan de preekstoel als jochie van een jaar of acht. En ik had vreselijke hoest. En ik blafte heel de dienst. En de dominee werd het zo zat, dat hij zei, jochie, kom eens even hier. Dan krijg je een slokje water. Ik klom de preekstoel op. Nee, hij zei, dan krijg je dropjes. En ik deed mijn hand open. En toen zag ik, wat zijn ze vies. Wat heb ik vieze handen. Vieze handen. De smart van onze handen. Handen die slaan. Handen die zich ballen tot vuisten. Handen die heel ingewikkelde technieken vervaardigen. Vernietiging. Smart van onze handen. Handen die zoveel smart veroorzaken. Vanwege de aarde door de Heere vervloekt. Ik loop op een vervloekte aarde. Ik heb een kudde schapen. En ineens springt er een wolf uit het bos. Op de Veluwe gebeurt het nu geregeld. Maar die pakt een lam. En ik hoor dat lam schreeuwen, blaren. Even later is dood. Overal de vloek. Nou, zo erg is het toch niet? Het is nog veel erger. U wilt toch niet in Gaza wonen? U wilt toch niet in de Oekraïne wonen? U wilt ook niet in Israël zijn nu? Waar wilt u wezen? Waar moeten we vluchten? Voor de bombardementen. Waar moeten we vluchten? Waar moeten we heen? Ja, wij zijn hier veilig. Niet lang meer. De oordelen van God hangen laag, gemeente. Want de ongerechtigheden vermenigvuldigen zich in ons vaderland op een gruwelijke wijze. En het oordeel van God daarover zal niet uitblijven. Denk erom. Wij kunnen niet twee heren dienen. Nu de zekerheid van die troostgemeente, want ik moet gauw door. De zekerheid. Want in zijn verdriet krijgt Lamech hoop en troost. Als hij naar dat kind in zijn armen ziet. Ja, dan kijkt hij naar dat kind met ogen van geloof. En dan weet hij, ja, mijn kind kan niemand redden en mijn kind kan niemand troosten. Noach is een prediker der gerechtigheid geworden. Hij heeft 120 jaar de mensen gewaarschuwd. Mensen, de zondvloed komt.
Het water zal jullie allemaal verderven in één keer. Bekeer je, bekeer je. Laat die oude man praten. Die maak je alleen maar somber. Totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Wel troost, was een ark. Maar daar waren ze niet in. Zijn jullie erin? Want de ark is Christus. Gemeente, ben je in de ark? Hoe durf je daar buiten nog te leven? Ja, we hebben een bruiloft. Ze gaven een naam ten huwelijk. En ze aten en dronken. We hebben een etentje, we hebben een buurtfeest. Totdat de zondevloed kwam. Totdat... Wat zal er op ons komen? Heel gauw de dood komt, onherroepelijk. Deze zal ons troosten. Dus Lamech ziet verder. Hij krijgt zekerheid. Zal. Hij ziet de Heer Jezus met ogen van geloof. Hey, het is wel of onze jonge mensen die de catechismes hebben gemaakt, alsof die erbij geweest zijn. Want die beginnen zomaar met die prachtige vraag. Wat is uw enige troost? Beiden in leven en sterven. U, jou. Niet van ander nu, u, jou. Dat ik het eigendom ben. Van mijn getrouwen zalig maken. Naar de zekerheid. Door Gods geest echt in jouw hart. Ja, gemeente, dan geef het niet wat er komt. Hij ziet de Heer Jezus. Hij ziet zijn werk. Een groot werk. En daar gaan we nu dieper op in, gemeente, want dat is veel mooier. Zodat u allemaal heilig, jaloers en heilig verliefd wordt op Lamech en heilig verliefd wordt op de Heer Jezus. Laat dat werk ook in mijn hart en leven gezien worden. Wat voor werk ziet Lamech? Want Noach is wel de stamhouder van Christus. Door Noach heen, de geslachten heen later, Sem, Juda, Jezus. Ja, gemeente, hij heeft de heerlijkheid die hij had, eer de wereld was, heeft hij afgelegd. Dat is een groot werk. Dat is een liefdeswerk. Dat heeft hij vrijwillig en gewillig gedaan. Toen in de stilte van de eeuwigheid, ik zeg het op menselijke wijze, kan het niet anders. De vraag opkwam, wie zal verzoening doen? Wie zal die grote schuld gaan dragen? Wie zal de grootste liefde openbaren, wie? En toen heeft hij gezegd, ziet, ik kom om uw wil te doen. En toen zagen we, heb u het gezien, een kindje in de kribbe. En toen kwamen daar mensen helemaal uit het oosten, schatrijk, en hebben hem aangebeden. Als kerst. Hem aangebeden. Heb u het ook wel eens gedaan? Hem aangebeden. Een groot werk. En daar ziet Lamech op. Deze zal ons troosten. Jezus. En toen heeft hij 33 jaar hier op aarde vertoefd. Deze vervloekte aarde. 33 zware jaren. Zo zwaar als niemand peilen kan. Hij die aan de hemel gewend was, volmaakte heiligheid en heerlijkheid, leefde in de benauwde pestwalm, stank
afschuwelijk van onze zonde. Wat een werk. En toen is hij verder gegaan. En is hij neergedaald in de helse smart. Dat was het grootste werk. Toen de toren van God tegen onze zonde in volle hevigheid losbrandde in zijn ziel. O dodelijk uur, wat hitte doet mij branden. Mijn ziel is geheel bedroefd. Zo bedroefd was nooit iemand en zal nooit iemand zijn. Tot de dood toe. En toen zijn werk klaar was, heeft hij het uitgeroepen. Het is volbracht. Volkomen verzoening. Volkomen vergeving. Voor u. Voor jou. Je hoeft alleen maar te zijn wat je bent. Een zondaar. Heere, alles wat ik doe is zonde. Al mijn werken, goed en kwaad, gooi ze maar op één hoop. Deze, Jezus, zal ons troosten. Uw werk, Heer Jezus. Uw komst maakt me zo blij. Uw werk bedekt al mijn ongerechtigheid. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Deze zal ons troosten. En dan, gemeente, letten we ook op de handen van de Heer Jezus. Heb u wel eens op zijn handen gelet? Toen ik deze preek voorbereidde, moest ik daar toch veel aan denken. Zo vaak heeft de Heer Jezus mensen, als hij ze genas, de handen opgelegd. Genezende handen, helende handen. En gemeente, ook gevende handen. Let eens op de handen van de Heer Jezus. Ga daar eens vanavond over denken, of vannacht. Als hij het brood brak. En hij bleef maar breken. Deed het allemaal met zijn handen. En er was genoeg voor iedereen. Duizenden. Zegenende handen. Zegenende handen. Lieve kinderen, zei de Heer Jezus, kom eens naar mij toe. Discipelen, ik ben nu echt boos, heilig boos op jullie. Want jullie houden de kinderen van mij af. En wie dat doet, zal het weten. Kom maar, lieve kinderen, zei de Heer Jezus. En hij legde zijn handen op hen. En zegende hen. Hoor je het, lieve kinderen? Jezus wil jullie zegenen. Jullie zijn welkom. Zo zondig en slecht als je bent. En niemand is te jong. En niemand is te slecht. Hij legde zijn handen op hen. En hij zegende hen. Maar gemeente, de Heer Jezus vernielde ook. Met zijn handen. Want hij ging de tempel in. Het heilige huis van God. En dat was tot een huis van koophandel gemaakt. Een moordenaarshol. Daar zaten de wolven. De godsdienstige wolven. In schaapskleren. De geldwolven. En toen heeft hij met zijn eigen handen die tafels omgekeerd. En die munten en dat geld vloog overal heen. Met zijn eigen handen heeft hij al dat vee losgemaakt. Weg ermee. Jullie maken het huis van mijn vader tot een moordenaarskuil. Is dat goed? Ja, goed. In zo'n kerk, die moet toch gezuiverd. Die moet toch gereformeerd.
Kan toch geen moordenaarskuil zijn? Mag in de kerk toch niet gaan om geld en goed en om eer? Moet toch gaan om God? Moet toch gaan om hem? Haalt hij het weg? Hij drijft ze uit. Dat is ook een zegen, gemeente. Dat is een zegen. Maar uiteindelijk zijn het ook doorboorde handen. Want toen deed de Heer Jezus niets. Toen ze hem naakt aan het kruis hebben gespijkerd. En zij hebben zijn handen en voeten doornageld. Daar hangt hij. Voor mijn zonde. Door mijn zonde. Ja, mijn verlosser hangt aan het kruis. Doorboorde handen. En na zijn opstanding toonde hij hun zijn handen. Voor jullie doorboord. Voor jullie gekruisigd. Jullie vrij. Eeuwig vrij. Dat geloven. Zeker. Deze zal ons troosten. Hij nam mijn zonde weg. Hij nam mijn vloek weg. Daar gaat het om, hè. Als je dat maar zeker gelooft, dan zal niets en niemand je kunnen scheiden. Zullen we nog één keer op zijn handen letten? En als hij van hen scheidde, zegende hij hen. Met zegenende handen en doorboorde handen is de Heer Jezus naar de hemel gevaren. En daar leeft u onder. Altijd, altijd. Als u hem toebehoort, van hem bent, leeft u onder die zegenende handen. Ja, maar ik kan het niet voelen. Maakt niet uit. Ik kan het niet zien. Maakt niet uit. Wie in hem gelooft, zal leven. Al ware hij ook gestorven. Altijd omhoog zien. Zegenende handen. Daar leven wij onder. Daar kan niemand ons vandaan krijgen. Want niets en niemand kan ons scheiden van de liefde God in Christus Jezus. Ik zou die troost ook zo graag ontvangen, zegt iemand. Ja, is het verlangen gewekt vanavond? Was het er niet? Is het er nu? Kan je nou nooit meer gelukkig zijn zonder dat je zelf persoonlijk die enige, eeuwige troost hebt ontvangen, gemeente? Want daar gaat het natuurlijk wel om, hè? Je hebt er niets aan wat een ander kan zeggen en wat een ander ontvangt, maar het gaat persoonlijk. Dat persoonlijke verdriet. Die droefheid naar God. Denk erom en laat je niet bedriegen. Want er is heel veel zogenaamd blij geloof. Maar het is geen geloof. Het is een ballon. En God prikt er doorheen. En dan is niks. Mijn tweede preek heb ik gehouden, gemeente, over deze tekst. Meer dan 45 jaar geleden. Maar vergeten ben ik het niet. Ik woon in het hoge en in het heilige. En bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. Jesaja 57, vers 15. Heer, ik heb die troost zo nodig. Ik vind geen voldoening in mijn werk, in mijn relatie, in wat ik ook heb. Ik vind alleen voldoening in u. Ja, gemeente. Weet u het wanneer u die troost ontvangt? Natuurlijk, natuurlijk. Dat kunt u toch in heel uw Bijbel overal lezen. Als u bedroefd bent. En hij komt, troost,
troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, haar ongerechtigheid verzoend is en zij van de hand des Heren dubbel ontvangen zal voor al haar zonden. Heel vaak in de kerk kan zijn dat je heel bedroefd, soms wanhopig, naar de kerk komt en dat je juichend uitgaat. Omdat hij jezelf troost. Hij doet het zelf. Niemand anders kan het doen, gemeente. En met niemand anders kunt u het doen. Maar hij doet het door zijn woord en geest zelf in uw hart. Hij neemt uw zonde van u af. Heb je geen zonde meer? Geen zonde meer. Hij neemt de angst bij u weg. U bent niet meer bang om te sterven. En hij geeft u het uitzicht en het heimwee naar de eeuwigheid. Een eeuwigheid zonder zonde. Een eeuwigheid vol van God. Noach betekent ook rust. Het komt van een Hebreeuws werkwoord dat troosten betekent, maar veel uitwaaiert in heel veel mooie nevenbetekenissen. Rust, Noach, rust, troost. Lamech ontvangt het zelf en nu is hij er lang. Want zij die geloofd hebben, gaan in de rust. Hier, zo rustig. Ach, ik heb menig sterfbed. Een ziekbed, hier bezocht natuurlijk. En ik ga geen namen noemen, maar het is wel menig keer gebeurd. Hoe is het? Zo goed. De Heer is er. Ik zal niet vrezen. Zo goed. Op je ziekbed. Op je sterfbed. Uitzicht. Hoop. Leven. Eeuwig leven. Deze zal ons troosten. Door dood en graf heen. Deze wereld gaat voorbij. De oordelen, zei ik u gemeente, hangen laag. Ze komen eraan. Lees uw Bijbel. Leef daarbij. Hier ligt uw toekomst niet. Oog omhoog. Het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lief en loven, is daar waar men Jezus ziet. Kom maar, kind, moe gestreden. Kom maar naar huis. Henoch wandelde met God. Noach wandelde met God. Johanneke wandelde met God. Ari wandelde met God. En iedereen die met God wandelt, gaat naar huis en kent het heimwee. Hoe dichter ik nader aan het huis van mijn vader, des te sterker ik hijg naar de komst van mijn koning, naar het feest van mijn kroning, naar het einde van de krijg. Lamech, krijger, wetten gestreden, de kroon ligt klaar. Voorts is mij weggelegd, de kroon der rechtvaardigheid, welke de rechtvaardige rechter mij in dien dag geven zal, en niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning in waarde hebben lief gekregen. Ach gemeente, u hebt niets te verliezen, alles te winnen, bij deze gezegende zaligmaker. Rust niet, voordat u het kunt zeggen, niet alleen anderen, maar ook mij, genade, genade, rijk en vrij. Genade alleen. Amen.